Ja. Ik ben Michiel. Ja, goedemorgen. Ik ben Michiel. Jij bent Miranda. En ik heb nog alleen maar in mijn... In mijn Giel Survival Kit met daarin brokjes voor zijn kat en de gieter. En nou ja, met andere dingen heb ik alleen nog maar een liedje met Suzanne en Fleur. Dat is misschien best lijzig. Dan moet jij even gaan zingen, Michiel. Dat is goed. Zal ik dan gewoon over het Fleur heel hard Miranda gaan... Ja. Ja, prima. Dan doen we gewoon niks aan de hand. Ik vind het sowieso al tof, want eigenlijk had ik gedacht dat er geen kranten zouden zijn op een dag als vandaag. Maar niks is minder waar. Ook op Koninginnedag 30 april 2010 word je keurig op de hoogte gehouden van het laatste nieuws door, in dit geval, en let u op de zang... Suzanne. Goedemorgen. En Miranda. Goedemorgen. Ah. Nou, niks meer aan doen, toch? Nee. Miranda, nou, jij bent een beetje in het epicentrum van Koninginnedag 2010, want jij zit in Zeeland en daar gaat ze toch naartoe, Trix. Ja. Ga je het nog zien vandaag? Nee, ik denk niet. Je gaat het niet opzoeken, je denkt zoek het maar uit, klaar. Ja, nou, het is ontzettend druk daar. Het zijn sowieso allemaal van die nauwe straatjes, behalve dan de markt. En dan moet je dan invringen en dan... Nee, dat is niet zo handig, denk ik. Nee, dat gaan we nog niet worden dan, hè? Nee. En Suzanne? Ja. Jij bent wreedwezen stappen vannacht in Utrecht. Ja. Doe jij wel je wijk dan nu? Ja. Ik ben net op tijd teruggekomen. En serieus, waar? Je gaat gewoon rechtstreeks door, hoppa. Ja. Respect. Respect. Ja. Of er dan ook daadwerkelijk iets zinnigs uit je komt qua wat er in de krant staat, dat gaan we dan meemaken. Ja. Maar laten we gewoon even beginnen. Miranda, wat heb jij als opvallende bericht uit de kant van vandaag? Ja, nou, al 30 jaar zit ze op de troon, onze koningin Beatrix. En nog steeds is 69% van de Nederlanders dik tevreden op de manier waarop ze regeert. Wel vinden steeds meer mensen dat haar aftreden nabij moet zijn. Maar ja, voorlopig nog niet volgens haar. En ja, het volgende historische moment, dat is in 2013. En dan begint de viering van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Oh, nou wordt dat geen feest, hoor. Ja. Ja, ik las ook net ergens dat, op zich zou 30 jaar en dan op Koninginnedag zeggen, ik treed af en leven de koning. Dat zou op zich wel logisch zijn, alleen niet nu, omdat we net het kabinet is gevallen en toch ook nog financiële crisis. Zou het niet slim zijn als we nu ook de koningin kwijtraken, las ik ergens? Nee, dat is niet zo slim. Nee, want ondanks het feit dat ze hoofdzakelijk een soort van ceremoniële rol vervult, heeft ze ook dat nog wel echt daadwerkelijk een vinger in de pap als het gaat om politiek en beleid en zo. Dus, Suzanne. Ja, nou, op de voorpagina van de Telegraaf was zielig een ontroerde prins Willem-Alexander en Maxima. Want die waren gisteren bij de herdenking van in Apeldoorn, wat er vorig jaar allemaal is gebeurd. Ja. En er was ook een onthulling van een herinneringsmonument. En er was ook nog een minuut stilte en iedereen was wel geëmotioneerd en was wel... Ja, heftig, zeg maar. En er staat er nog meer nieuws bij, ook bizar, want een 33-jarige meneer die is gisteren in Middelburg gearresteerd, want hij wou de koningin vermoorden. Oh. En de politie in Zeeland, die krijgt ook heel veel bedreigingen voor de koninklijke familie. Dus dat is ook dat je denkt van, waarom? En woensdag werd in Apeldoorn ook een man opgepakt en die wou de verdenking van gisteren verstoren. What the fuck? Ik weet niet waar ze allemaal mee bezig zijn, maar... Nee. Nou, het stomme is dat ik merkte bij mezelf de afgelopen dagen dat, dat ik uit professioneel oogpunt van... Oh ja, ik moet op Koninginnedag de ochtendshow doen. Laten we even bellen met mensen om te vragen van... Goh, is Koninginnedag nog hetzelfde als voorheen vanwege dat ongeluk? Terwijl als ik puur gewoon bij mezelf, als mens, denk ik... Jee, Koninginnedag! En ben ik eigenlijk... Nou, vergeten wil ik niet zeggen, maar is het niet zo dat Apeldoorn... een grote schaduw eroverheen heeft gegooid voor mij? Is er iemand van jullie die denkt van... het feest zal toch minder zijn omdat we vorig jaar dat vreselijke die aanslag hebben gehad? Nee, ik heb wel een beetje hetzelfde als wat jij hebt. Nou, hè? Maar als je echt naar dat echte gebeuren kijkt met de koninklijke familie en zo... dan zie je wel ook die beveiliging en zo. Dat is niet normaal. Ja, inderdaad. Je wordt wel hoger natuurlijk. En als je erbij was vorig jaar in Apeldoorn en gisteren om die herdenking, dan is dat natuurlijk het laatste wat dan opgaat is van ja, dat hadden we al vergeten. Dat zal niet het geval zijn. Miranda. Ja. grote woede en verontwaardiging vanuit de politiek. Naar aanleiding van de veroordeelde pooier Murat O. Ja. Ja, hij mag zijn hoge beroep thuis afwachten. En de slachtoffers die wisten het niet eens.
Dat is toch ook wat, hè? Ja, dat is een beetje vaag. En ja, de Kamer die vindt het extra pijnlijk, doordat er blijkbaar niets is geleerd van Subban B. Nee. Die ging er ook vandoor tijdens de verlof. Dat is toch een... Hij heeft toch ook verlof vanwege de geboorte van zijn zoon? Ja. Ja, en dus mag hij dus... Dus we hebben het over een veroordeeld persoon die, omdat hij een kind krijgt, 3 maanden lang uit de gevangenis wil blijven. Als ik een kind krijg, dan krijg ik 2 dagen vrij. Als vader krijg je 2 fucking dagen zwangerschapsverlof. Of bevallingsverlof, of beschuit met muizensmeerverlof. Of, oh kut, nu worden het echt heel korte nachtenverlof. Hij krijgt 3 maanden. Sorry, maar dat vind ik een heel rare kronkel ergens. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, nee, goed. Ja. Suzanne. Ja, nou, dan ook nog nieuws vanuit de Rotterdamse bijen, de SCHI. Want daar is echt een enorme afluisterschandaal aan het licht gekomen. Want gevangenen die blijken dan tijdens gesprekken met een advocaat te kunnen worden afgeluisterd. En dat gebeurt dan allemaal met de apparatuur die de politie vanaf buitenaf bedient. En dat is wel heel erg slecht, want door dit soort dingen dan kunnen gewoon echt mensen van die hele erge dingen hebben gedaan gewoon vrij worden gesproken. En dat wil je niet. Nee. Nee, laten we eerlijk zijn. Daar moeten we niet op aan willen dringen met z'n allen. Nee. Ik stel voor dat we na al dit leed, hè, met de beveiliging en Koninginnedag en, nou, je kent het allemaal wel, eventjes uitwijken naar een leuk, fijn, glimlachbericht. Ja. Miranda, kom, maak me los. Doe iets leuks. Nou, zo spectaculair is ook weer niet, maar degene die te weinig tijd hebben, te ver weg wonen of gewoon helemaal geen zin hebben, die hoeven zich geen zorgen meer te maken over het passen van kleren. Want dat kan je namelijk nu lekker doen vanuit je luie stoel in een 3D-paskamer. Een 3D-paskamer? Ja. Serieus? Wat moet ik daarvoor voorstellen? Nou ja, dan kan je zo, het stond een plaatje bij, het is heel vaag, maar dan kan je precies aangeven van welke kleur haar je hebt en ogen en hoe dik je bent en dun je bent en lang je bent. En dan kan je gewoon op een kledingstuk klikken en dan kan je kijken of het staat. Ja, maar dat werkt toch niet? Ja, of het staat, oké, weet je, maar ik heb volgens mij echt, op het algemeen heb ik 1 maat spijkerbroek, dat is namelijk mijn maat. Maar in mijn kast liggen echt 4 verschillende labels. Als het gaat over wat nou daadwerkelijk de maat van de broek is. Omdat de een die zit net wat anders dan de ander. Dus dan heb je zo'n 3D-paskamer. Nou ja, leuk. Ja. Maar helemaal werken doet het volgens mij ook niet, hè? Nee, maar dan kan je ook niet kijken of het lekker zit of zo. Maar... Nee, inderdaad. Dus ik kan niet zien of het lekker zit. Hoe zien mijn billen eruit in deze broek eigenlijk? Dus, ja, misschien bij die animatie wel leuk. Maar oké, nou ja. Ik vind het een mooi initiatief, maar of het echt heel erg gaat werken, ik vraag hem af. We verwachten er heel veel van. Dus, ja, echt waar? Denk je echt dat alle pashoekjes van de wereld nu kunnen worden afgesloten, net zoals er ook geen telefoon zo meer te vinden is? Nou ja, dat niet, maar ze zeggen van dat het echt heel erg op gaat komen, dat soort dingen. Oeh. Ja. Oeh. Nou, we gaan het meemaken. Suzanne, nog ook een fijne glimlach om het af te leren. Ja, nou, nieuws over studenten en de Engelse taal. Want er is een heel groot onderzoek geweest en daar deden heel veel landen aan mee en die hebben allemaal een Engelse test gedaan. En wat blijkt, Nederlandse studenten zijn gewoon het beste in de Engelse taal. Want kijk hoor, de Nederlandse studenten die scoorden bij het lezen een 7,8. Dan wel op een schaal die dan tot 9 loopt. En nou, op nummer 2 en op nummer 3 staan Duitsland en de Roemeense studenten. En de Fransen en de Portugezen die staan op 4 en 5. Well, dus dat doen we best goed, toch? It's quite amazing, isn't it, though? Yeah. Yes, it makes me feel very proud indeed. We zouden dan kunnen overwegen om het weekend in het Engels te openen. Want dat scheelt heel weinig. Het enige wat ik hoef te doen is roepen it is in plaats van het is. Dus, en weekend is redelijk in dezelfde lijn van wat we al hadden. Zullen we het gewoon eventjes doen? Gewoon dat kan.nl? Ladies, Miranda en Suzanne. Yeah. It is... Weekend! Ja! Nou, en deze is een klein beetje speciaal voor Suzanne. Want rechtstreeks vanuit de kroeg, hoppakee, op de fiets met de krantenwijk. Dus die is vannacht niet naar huis gegaan. Fijne Koninginnedag! Ja, ja. Het is al laat, veel te laat. Dat het ons om hetzelfde gaat. Hoeven wij niet meer te zeggen. Zoeken zacht. Geluk is mooi als het naar je lacht. Niemand hoeft dat uit te leggen. Op mijn lippen ligt wat jij me wil zeggen.
mijn linkeroor. Maar je hoeft me niets te zeggen, want ieder woord dat verstoort, mijn lichaam heeft jouw vraag al lang gehoord.